Kijk naar de Maincave, ik ben Gregor en vandaag ga ik jullie 5 tips geven die je kunt gebruiken tijdens het kopen van een woning. Tip 1, neem een aankoopmakelaar. Aankoopmakelaar heeft kennis van de wijken, kennis van de huidige markt van de woningen natuurlijk. Een makelaar die loopt echt overal met je mee naartoe. Dus als jij eerst een woning in je eentje bekijkt, dan gaat hij daarna gelijk met je mee. Dan gaat hij met je mee naar de woning kijken, misschien is er iets mis, wat je over het hoofd ziet. En vaak, dat merk ik ook wel, dat als iemand naar een woning gaat en zegt, oh ik vind het geweldig. En dan gaan we nog een keer en dan zegt ze, oh maar ik vind het eigenlijk toch wat minder. Dus dat is altijd goed, een tweede keer kijken is sowieso handig. Als je dan ook nog eens een aankoopmakelaar bij hebt, die kan bijvoorbeeld sommige gebreken, kan die gewoon zien. Dus als er ergens optrekkend vocht is, misschien ziet hij dat, misschien ook niet, soms kan je het niet zien. Allemaal van dat soort zaken, alle bouwtechnische dingen. En ja, maar weet je wel dat hierachter over 2 maanden een treinstation komt? Weet ik veel. Kan van alles. Dat weet een aankoopmakelaar weer wel. Hij kan natuurlijk voor je onderhandelen, wat ook handig is, want er komen er niet zoveel emoties bij kijken. Wat is de woning nou waard? Ook prijsvergelijkingen natuurlijk kan die maken, zien wat er verkocht is, wat er nu te koop is. Alles een beetje bij elkaar doen en dan, nou, dit is ongeveer de prijs. Die je ervoor mag geven, wil je meer betalen? Prima. Maar als je een taxatie nodig hebt, dan is de kans groot dat het misschien niet, dat de bank zegt, ja, maar sorry, dat het niet waard is. Dus dan moet je zelf geld bij gaan leggen. Dan kan de aankoopmakelaar in het begin ook al even een beetje vertellen. Uiteindelijk heb je misschien toch een taxatie nodig. Heb je dat niet, good for you. Dat betekent dat je dus heel veel geld hebt en gewoon geld kan geven. Dus geen financiering nodig hebt. Hij onderhandelt voor je. Hij kijkt naar de woning, hij kijkt met je mee. Zal een beetje voor- en nadelen geven. Ook vertellen of een keuring überhaupt nodig is. Komen zo. Wat ook gewoon zo is, als jij een aankoopmakelaar hebt en er zijn heel veel mensen die aan het bieden zijn, dan is het misschien inschrijving. Dus dat betekent dat je allemaal een envelop moet geven met een bedrag, het eindvoorstel. En dan wordt uiteindelijk de hoogste gekozen. De verkoper mag altijd nog wel kiezen of hij dat wel doet, maar hij mag gunnen. Moeten ze er wel bij vertellen. Als je dus een aankoopmakelaar hebt, de verkopende makelaar die ziet dat er iemand is met een aankoopmakelaar en iemand zonder aankoopmakelaar. De voorwaarden zijn allemaal een beetje hetzelfde, dus ongeveer dezelfde prijs, misschien wel precies dezelfde. Ook binnen de voorwaarden als in ze moeten een keuring en ze willen een voorbehoud financiering. Als dat allemaal hetzelfde is, 9 van de 10 keer kiest de verkopende makelaar voor de aankoopmakelaar. Omdat de aankoopmakelaar ook gewoon goed en duidelijk kan uitleggen aan de kopende partij hoe alles zit en alles. En de makelaars moeten dan met elkaar communiceren en dan weer naar de kopende partij of verkopende partij. Dus er zit er nog iemand tussen. Werkt wat makkelijker. De verkopende makelaar hoeft niet alles uit te leggen aan de kopende partij. Want dat kan soms nog wat lastig zijn omdat hij natuurlijk eigenlijk niet werkt voor de kopende partij. Neem een aankoopmakelaar. Tip 1, belangrijkste tip, klaar. Eigenlijk moet de video stoppen. Nummer 2. Indien je een appartement koopt, dan moet je heel erg goed kijken hoe de VVE is. VVE betekent Vereniging van Eigenaren. Dat zijn dus de appartementen in één gebouw. Als je bijvoorbeeld een portiek hebt, dan heb je er beneden. Dan ga je met een trappetje omhoog, heb je hier er nog één. Hier nog een woning, daar nog een woning, daar nog een woning. En meestal of de hele portiek samen is dan 1 VVE of de benedenwoning en 1 trap omhoog naar rechts en de andere die daarheen gaat en dan helemaal naar boven, naar de tweede verdieping. Meestal is dat dan een VVE, Vereniging van Eigenaren, wat de staat daarvan is. Zijn ze actief, zijn ze ingeschreven in KVK? Tegenwoordig moet dat toch wel voor de bank als je een financiering nodig hebt. Dat ze een maandelijkse bijdrage hebben en misschien al een gezamenlijke opstalverzekering, want dat zie je ook veel tegenwoordig, dat het allemaal samen moet als VVE zijnde. Wat hebben ze gedaan? Hebben ze een onderhoudsplan, maandelijks of jaarlijks, wat dan ook, hebben ze een vergadering in ieder geval. Dan kun je goed zien dat ze echt actief zijn en dat als er iets is, dat ze het ook gelijk gaan aanpakken. Dus VVE is heel belangrijk. Misschien hebben ze net wel het dak gedaan, maar als jij binnen in de woning loopt, dan kun je het niet zien. Als je op de begane grond loopt, dan weet je helemaal niet hoe het zit met het dak. Dan is degene die helemaal bovenaan loopt, die daar als eerste last van natuurlijk, maar toch. Stel je wat een parterre kopen, dus op de eerste verdieping, en er is iets mis met de balken, dan moet de hele VVE meebetalen, omdat dat onder de constructie valt. Het is belangrijk. Heb je nou een heel woonhuis wat je gaat kopen, dan is het nog steeds belangrijk. Dan heb je natuurlijk geen VVE, want
je betaalt het allemaal zelf uiteindelijk. Maar is het een bestaande woning, dan is het even ook alsnog handig om na te gaan of ze nog wat onderhoud hebben gepleegd. Soms zie je het, kun je het ook niet allemaal even goed zien. Tip 3. Een oudere woning kopen en je wilt hem niet helemaal strippen, misschien zelfs wel, maakt ook niet heel veel uit, maar als je hem niet helemaal wilt strippen, zorg er dan even voor dat je een bouwtechnische keuring gaat uitvoeren. Je hebt namelijk als koper heb je ook een onderzoeksplicht, dus de verkoper moet je wel alles vertellen, maar zij kunnen ook niet alles weten. Zoals zij al 15 jaar op één vloer lopen en ze hebben nergens last van, dat betekent niet dat die balken daaronder, ik ga er nu vanuit dat het een oude woning is, het houdt de balken er nog onder. Dan kan het zijn dat er dus optrekkend vocht vanuit de grond, vocht trekt omhoog, dus dat kan dan in je balken gaan zitten. Vroeger had je gewoon houten balken en dan stond het bijvoorbeeld op een stuk stenen muur. En dan had je daar balken tussen zitten. Dan gaat er dus vocht in je balken zitten en dan gaat het rotten. Dan kan je een keer door je vloer zakken. Dat kan ook echt gebeuren. En dat wil je niet. Maar ja, dat hoef je helemaal niet door te hebben. Als ze daar nog onder nog extra steunpilaren of wat dan ook hebben gezet, dan kan het nog steeds rot zijn, maar dan merk je niet omdat die vloer helemaal recht is. Want anders kan die gaan buigen en doen. Zoals je dat ziet in een woning, zorg ervoor dat je een bouwtechnische keuring laat uitvoeren. Je kan ook soms wat bobbeling zien op de muren, er kan ook vocht zijn. Bouwtechnische keuring. Als je aankoopmakelaar hebt, dan kijkt hij daarnaar, dan ziet hij dat ook wel. Misschien kruipt hij nog heel even in de, of tenminste kijkt hij even in de kruipruimte die aanwezig is. En als hij dan iets ziet wat een beetje raar uitziet, of de tegels zitten niet helemaal vast bij een badkamer, dan kan er ook vocht achter zitten. Vocht is echt een brutal wel hiervoor. Dan moet je eigenlijk een technische keuring laten uitvoeren. Dat is altijd handig, dan weet je precies waar je aan toe bent. Dan weet je dat je sommige dingen gewoon moet doen, wat het ongeveer gaat kosten. Een bouwtechnische inspecteur ziet toch weer meer dan de makelaar ook, want die is daar weer helemaal voor opgeleid. Dus heel handig. Dat is ook een belangrijk iets om over na te denken. Kan ook bij nieuwe woningen, hè? Want je kan ook een badkamer hebben met tegels achter. Als dat niet helemaal goed is vastgemaakt of er zit ergens nog een gaatje of een kiertje, dan kan er dus vocht tussen komen zo. Dan gaat het achter de tegel zitten. Dan gaat de tegel, dat gaat natuurlijk al bewegen doen, dus de tegel gaat los zitten. En als die tegel helemaal los gaat zitten, dan kan er overal vocht komen. Misschien wel, alles gaat kapot. Niet leuk. Tip 4. Ik merk de laatste tijd dat mensen allemaal aan de vraag van, ja, maar hoe zit het nu met asbest? Want in 2024 moet asbest weg zijn. Klopt, soort van. Asbest is natuurlijk niet goed. Asbest, als dat in je longen komt, pedepineut. Kijk, ik heb ook vaak gehad dat we ergens zaten en dat iemand zo in een woning, dat ik bij een woning was bij een keuring. Is dit asbest? En dan woef, stoof, echt een wolk met stof voor je gezicht. Ja, begrip. Ja, dat is asbest. Fijn. Als je asbest kan zien, dan is het wel het beste om het weg te laten halen. Maar heel vaak zie je ook asbest niet. Dan kan als isolatie en dat soort dingen. Dus dat kan je niet zien. Dan weet je niet of het asbest is. Dus dan kan het wel. Dan zeggen mensen wel van, ja, maar in 2024 moet het allemaal weg. Dus we moeten weten of het asbest is. Is niet helemaal waar. Wat ze dus willen, de overheid, die wil eigenlijk dat alle asbestdaken, die moeten verwijderd zijn. Dat kun je nog zien. Die moeten weg. Maar in de isolatie, als het dicht is, stel je voor je hebt zo'n muur en daarachter zit isolatie. Dat kan, en dat kan ook asbest zijn. Dat kan ook een plaat van asbest zijn. Maar als je het niet ziet, ja, dan ga je natuurlijk niet je huis kapot maken van, hey, er zit er misschien asbest. Dus dat hoeft niet weg, tot nu toe. Voor 2024 moeten alle asbestdaken, die golfplaatjes, je hebt het van verschillende materialen. Maar vroeger gebruikten ze ook wel asbest, heel vaak. En dat moet dus allemaal voor 2024 of in 2024 moet het allemaal weg zijn. Mocht je asbest hebben, niet schrikken. Als ze zeggen, ja, we weten dat de asbest in de schoorsteen zit. Kan. Als het er zit en het doet niks, lekker laten zitten. Als je het echt ziet, dus dan ben je tapijt en je trekt het eraf en je ziet asbest, dan haal het weg. Kijk, je kan het ook allemaal weghalen. Dat is ook beter, maar. Tip 5. Heel belangrijk tip. Je hebt natuurlijk bepaalde voorwaarden die je deelt als je doet bijvoorbeeld een bieding. Laten we zeggen dat je 2 ton biedt. Maar ja, dan wil de makelaar, de verkopende makelaar, nog meer van je weten. Heb je een financiering nodig? Dus zet dat er goed bij. Je zet er goed bij dat een ontbindende voorwaarde is. Dat je je financiering rondkrijgt. Dat krijg je altijd zo ongeveer 4 weken voor. Dus dat komt dan ook in de voorlopige koopovereenkomst te staan. Van op die datum moet alles rond zijn voor de ontbindende voorwaarden. Mocht je dat niet lukken voor die tijd, laat het ze op tijd weten en vraag even om een weekje uitstel of iets dergelijks. Dus
niet heel erg, kan gebeuren. Banken zijn niet altijd even snel, want die moeten gewoon heel erg goed hun best doen, alles goed nakijken en doen. Soms hebben ze gewoon wat meer tijd nodig. Dus dan moet je dat wel van tevoren goed aangeven aan de verkoper, de makelaar van hey, ik heb nog 1 weekje extra nodig, kan dat alsjeblieft? 9 van de 10 keer vinden ze het prima. Kijk, soms kan het echt niet anders en als ze dan heel veel biedingen hebben en iemand anders zegt van ja, als iemand anders zegt ik heb geen financiering nodig, ja oké, sorry, we gaan voor die andere partij, als je maar sneller moet zijn. Kan gebeuren. Maar ja, als je het van tevoren op tijd goed laat weten, dan is er niks aan de hand. Maar als je het niet op tijd laat weten, dan binnen de voorwaarden van de financiering zijn voorbij. Als in, laten we voorstellen dat een maandag, Pinksteren, laten we zeggen dat dinsdag de ontbindende voorwaarden verlopen. En ik laat het nu niet weten aan de makelaar. En het is woensdag en je krijgt geen financiering. Van 2 banken niet, 3 banken niet, 4 banken niet. Het ligt aan hoeveel er in de koopovereenkomst staat. Maar je krijgt van al die banken geen financiering. Je hebt het niet laten weten. Dan ben je dit. Dan moet je afnemen of je hebt een boete van 10% van het afgesproken koopbedrag. Dus dat is veel geld. Als je 2 ton hebt, moet je 20.000 euro betalen. Is niet leuk. Dus daar moet je heel erg goed op letten. En als je denkt, ja maar ja, wat nou als ik teken en zet ik eraan vast en ik vind het eng en eigenlijk wil ik het niet meer. En zorgen, je hebt altijd 3 dagen bedenktijd als particulier. Dat is heel belangrijk ook, echt alleen als particulier. Als je als particulier zegt van, hey, ik koop de woning voor dit bedrag en oké, prima, we zijn er nu overeengekomen, maar er staat nog niks op papier, zit je ook nergens aan vast als particulier zijn. Maar als je hebt getekend, dus de voorlopige koopovereenkomst die de makelaar opstelt, die helemaal goed door hebt gelezen natuurlijk. Als je die tekent, dan heb je nog steeds 3 dagen bedenktijd. Er mag ook eigenlijk niet een zaterdag of zondag tussen zitten, tenminste dat mag wel. Maar dat telt dan als 1 dag. Dus als jij maandag tekent, dan heb je 3 dagen bedenktijd. Dan heb je dinsdag, de woensdag en dan de donderdagavond om 12 uur of eigenlijk 1 voor 12. Dan nog niks hebt laten weten van ik doe het niet meer, dan gaat het echt in. Dan zijn die 3 dagen bedenktijd voorbij. Teken je dus op vrijdag, dan heb je zaterdag, zondag, maandag en dan heb je dinsdag de hele avond. Tenminste, dan loopt hij dus tot 1 voor 12 uur. Dat is altijd wel prettig. En binnen die 3 dagen kun je altijd zeggen van sorry, ik zie er vanaf. Ik durf niet meer, ik vind de woning niet mooi, ik heb een andere woning gezien. We willen niet meer samen gaan wonen, we gaan eigenlijk huren, we gaan naar Tokio, I don't know. Alles kan, maakt niet in. Dan zeg je, ik wil niet meer. En dan vraag je, wat is de reden? Ja, sorry, geen zin om het uit te leggen. Kan ook, die 3 dagen zijn daarvoor. Dus als je hebt getekend als particulier, zit je er niet direct overal aan vast. Na die 3 dagen bedenktijd, dat is wel een heel belangrijk ding, zit je er eigenlijk aan vast. Dan kun je nog bepaalde ontbindende voorwaarden, de koopovereenkomst afspreken, als in. Dus de financiering, misschien ook iets met de keuring. Kan je ook nog doen, maar daar kan je aankoopmakelaar niet heel veel over uitleggen, anders zit je nog 3 uur. Dat is het eigenlijk, dat zijn de 5 tips. Dus even nog allemaal op een rijtje. Neem een aankoopmakelaar. VVE, heel belangrijk, en anders onderhoud gewoon over het algemeen. Is het een oudere woning en je denkt, je bent er een beetje bang voor. Je hebt onderzoeksplicht, dus het is eigenlijk altijd handig om het te laten doen. Maar technische keuring. 4, asbest. Je hoeft er niet heel erg bang voor te zijn altijd. Niet altijd. 2024 hoeft dus niet alle asbest overal weg te zijn. En 5, je hebt de 3 dagen bedenktijd en natuurlijk de ontbindende voorwaarden goed in de gaten houden. En er zijn natuurlijk nog veel meer dingen. Je hebt natuurlijk nog taxatie, notaris, al dat soort dingen. Maar ik kan je niet alles gaan uitleggen, anders heb ik ook geen baan meer. Dus wil je een woning gaan kopen? Ik ken nog wel een goede aankoopmakelaar. Heb je hier wat aan gehad? Thumbs up. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En tot volgende week.